Minister Ronnie Benschop van Defensie heeft afgelopen maandag tijdens de begrotingsbehandeling de spot gedreven met ABO-parlementariër Edward Belfort. In plaats dat de minister antwoord gaf op de vragen die Belfort eerder had gesteld, intimideerde hij de parlementariër door te stellen dat hij kapolka danste. DNA-voorzitter Jennifer Geerling-Simons greep echter in. Maar het lid Belfort, die niet hier zit, is even naar buiten. Die heeft zijn stoute schoenen weer aangetrokken. En hij heeft niet geluisterd naar zijn voorzitter die daar zit. Hij kon ja zeggen, jump en das kapolka, en tak zo dat sani. Maar let Belfort, mina mafu 60 tenti commandati. If obiano of you no speed 90. Als u leden wil recruteren uit het leger, doe het op een correcte manier. Want drape na deze bota bestem. Ik sabi mi bariu. Minister, u moet zakelijk antwoord geven. Yes. Ondanks het verzoek van DNA-voorzitter Simons om zich zakelijk op te stellen, vervolgde Benschop op dezelfde spottende toon verder. Simons greep nogmaals in. De inzet van het leger is een prerogatief van het bevoegd gezag. Alles daarbuiten, we sabel. Interne aangelegenheden van het leger gaan we hier niet bespreken. Ik neem ze mee en we lossen ze binnen op. Ik wil het lid Belfort vragen om maas genoeg te zijn om voor de begroting van Defensie te stemmen. Als hij tegenstemt, stemt hij tegen de militairen. En dat gaat hem niet in dank worden genomen. Dag Belly. Minister. Zakelijk minister. Ja, zakelijk minister. Er zijn wat vragen gesteld. Eén moment. Er zijn wat vragen gesteld, minister. En u was heel goed begonnen, kort en krachtig. Dus ik vraag u ook om op diezelfde manier door te gaan. Leden hebben soms hun stijl van dingen zeggen, maar u hoeft niet per se het op dezelfde manier te beantwoorden. Dus ik vraag u om gewoon die vragen zo te beantwoorden hoe u was begonnen in een zakelijke stijl. Minister. Voorzitter, ik herhaal in interne aangelegenheden van het leger ga ik hier niet bespreken. We nemen ze mee en we gaan het netjes oplossen. Minister Ronnie Benschop van Defensie maandag tijdens de begrotingsbehandeling in het parlement. Hij ergerde zich aan de vragen van ABO-parlementariër Edward Belfort.